Minister Bronto Sommerhardjo van Binnenlandse Zaken gaat de finale adviezen afwachten met betrekking tot de beëdiging van de hoofdstembureaus. De beëdiging van de hoofdstembureaus die vandaag zou plaatsvinden is op de valreep aangehouden. De bewindsman legt uit dat dit komt omdat de adviezen van de terzake deskundigen te ver uit elkaar liggen. Ook de betekenis en de gevolgen van het vonnis van het constitutioneel hof zijn nog in discussie. De uitkomsten hiervan moeten volgens Sommerhardjo nog worden uitgekristalliseerd. In dat kader heb ik de president en de waarnemend president geconsulteerd en daarna besloten om het benoemen van de hoofdstembureaus aan te houden. Maar laten we vooropstellen, ik zal nooit iets doen wat in strijd is met een vonnis van, of een uitspraak van het hof. En wat ik al eerder aangaf, volgens andere deskundigen zoals de heer Boksteen, die zegt wij kunnen doorgaan met de uitvoering. En andere deskundigen zeggen we niet. Dus nogmaals, de adviezen liggen te veel uit elkaar, waardoor we hebben besloten om het even aan te houden, om af te wachten tot de finale adviezen van de verschillende deskundigen en de verschillende werkgroepen en zodat we daarop vervolgacties kunnen nemen. Dus ik wil benadrukken, de actie is geen zin de bedoeling geweest en we lopen ook niet met die gedachte om iets te doen tegen de uitspraak van het hof. Sommerhardjo zegt dat het besluit niets te maken heeft met de uitspraken die zijn gedaan door de vorige voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau, Jennifer van Dijk Silos. Ze zou hebben aangegeven dat deze regering de grondwet aan haar laarzen lapt. De bewindsman zegt teleurgesteld te zijn in de manier waarop van Dijk Silos suggestieve opmerkingen maakt. Ik ben onderdeel van de regering Santokki Brunswijk. President Santokki was een toppolitieagent. Vice-president Brunswijk was een persoon die heeft gevochten voor de terugkeer van de democratie. Dus daar kan je niet komen beschuldigen. We vertrappen de grond. En dat is ook niet prettig om te discussiëren. Terwijl gisteren we heel veel advies hebben gehoord. Heel veel discussie hebben gehad. En dat is prettig. Niet op basis van emotie, maar op basis van het hoofd is gediscussieerd. En toen hebben wij gezegd als het ministerie van Binnenlandse die de verkiezingen organiseert. Aan de ene kant, het werk moet doorgaan. Wij kunnen niet stilzitten, want het constitutioneel wordt ook gesteld dat de verkiezing van 25 mei 2025 moet doorgaan. Dus wij moeten blijven doorgaan met de voorbereiding. Aan de andere kant zegt de ene groep, oké, kijk toch even wat je doet. Neem een pas op de plaats. En wij hebben een middenweg gevonden. Wij gaan gewoon wachten op de finale adviezen, op de nieuwe inzichten en gaan spoedig een besluit nemen van de vervolgacties. De minister wijst erop dat Binnenlandse Zaken een verkiezingskalender moet afwerken. Echter, gezien de verschillende meningen, zal er gewacht worden op de finale adviezen om het proces voortgang te laten vinden.